Welkom bij de marktflits van woensdag 19 oktober. Twee belangrijke zaken die op dit moment in het nieuws zijn die ik even wil aanstippen. Eén daarvan is Bitcoin en de correlatie met goud. En wat kunnen we daaruit concluderen? En het andere is een nieuwsbericht van het bedrijf Glassnode. Die heeft geconstateerd dat de wisseling van Bitcoin naar verschillende wallets, dat eigenlijk op een all-time low staat. En ja, en wat betekent dat nou? En natuurlijk gewoon de analyse, zoals ik op dit moment naar de huidige markt kijk en hoe ik daarop anticipeer. Ik probeer de marktflits altijd 10 minuten, hooguit 15 minuten te houden, zodat je drie keer per week in vrij korte tijd toch op de hoogte bent en weet wat je moet doen in de huidige markt als swingtrader. Voor ik verder ga, geef even een like, dan support je mij weer en abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Nou, het eerste nieuwsbericht waarin het toe gaat, dat is van het bedrijf Glassnode. Glassnode analyseert de Bitcoin-markt en brengt daar nieuwsberichten van naar buiten. Wat zij zeggen is dat het percentage van alle Bitcoinen in de afgelopen 6 maanden van wallet zijn gewisseld, dat richting een all-time low gaat. De laatste 6 maanden is slechts 18,12% van alle Bitcoin die in omloop zijn van wallet gewisseld. Ongeveer 3,4 miljoen bitcoin vertegenwoordigt, 3,5 miljoen bitcoin. En wat de analisten van Glassnode dan zegt, is dat we dit soort percentage pas vaak zien als we richting het einde van een bear market komen. Nou, dat is natuurlijk gunstig, want dat is wat we eigenlijk willen. Als we naar de grafiek kijken die ook hier open staat, dan zien we dat Bitcoin ook gedurende een vrij lange tijd op dit supportgebied zit. En eigenlijk is dat ook vrij uitzonderlijk voor Bitcoin om zo weinig volatiliteit te hebben rond één gebied. Wat ze verder nog aangeven is dat de meeste mensen die wilden verkopen dat inmiddels wel gedaan hebben. En dat de Bitcoin in kwestie grotendeels zijn overgenomen door mensen die het vertrouwen op de lange termijn het vertrouwen hebben in de waarde van Bitcoin op lange termijn. Nou, wat ik hier niet uit opmaak is dat de Bitcoin dus vanaf nu weer lekker omhoog gaat. Nee, ik verwacht zijwaarts. En wat ik aangeef, ik straks in de analyse ook, is dat ik hoop dat hij een level omhoog gaat. De analisten van Glasgow, Glassnode, verwachten dat er nu een periode van volatiliteit aanbreekt. En ja, zo'n periode is natuurlijk ontzettend mooi om in te handelen. En zeker ook in de altcoins. Dus even kijken. Hier heb ik de website van Glassnode. Kan je nog eventjes zien wat zij aangeven. Wat vrij bijzonder is dat Bitcoin zo'n lange tijd eigenlijk vrij weinig beweegt en zijwaarts beweegt. Ik zie hier wel weer die kleine run-up, noem ik het maar even. En hier hebben we heel leuk kunnen handelen. En dat is ook precies waar ik nu op hoop, dat zo'n periode weer aanbreekt. Hè? Kleine run-up en hebben we echt leuke trades kunnen maken. Dus dat is mooi. Zoek het maar eens op, het bericht op de website van Glassnode. Een leuke website om ook zo af en toe eens te lezen. Want hun analyses, op fundamenteel vlak, brengen ze best leuke analyses naar buiten. Tweede punt is dat Bitcoin eigenlijk meer correleert met goud op dit moment dan met de koers van de traditionele aandelenmarkten. Dat begint echt af te zwakken. In de afgelopen maand daalde de S&P 500 met 7% en de Nasdaq nog een stukje verder. Ik dacht tot 9%. En de Bitcoin eigenlijk maar met 3,11%. Goud lijkt nog wat de beste keuze te zijn volgens de investeerders, omdat die daalde met 1,27%. Nou, dat houdt in dat met zo'n sterke inflatie gaan investeerders en beleggers hun geld ergens anders in stoppen. Nou, de S&P 500 en de Nasdaq is dus niet meer de geprefereerde optie.
Goud staat nog op nummer 1, maar daarna komt Bitcoin als zijnde van daar hebben we het meeste vertrouwen in. En met die hoge inflatie stop ik mijn geld dus in Bitcoin. Doorgaans zijn dat wel de mensen die voor lange termijn erin zitten. Maar dat is alleen maar goed voor de kracht van Bitcoin. Gaan we eventjes kijken naar de grafiek. Dan zie ik die zijwaartse markt. De trendlijn is doorbroken en hij lijkt de trendlijn hier als weerstand omgegaan te zijn naar support. En hier weer een stukje zijwaarts. Als we kijken naar de Crown CME Expo indicator, dan let ik vooral op de blauwe lijn. Dat zijn de grote jongens, de institutionele beleggers. En die zitten nog steeds langs deze nullijn. Hè? Hier hadden ze hier hebben ze shorts geopend. En die zijn eigenlijk ook alweer gesloten. Want het vertrouwen in dat de markt nog lager gaat, dat is eigenlijk hier weer opgeheven sinds ze op de nullijn zit. Ze zitten er dus niet boven. Dus er worden geen longposities geopend. Ze zitten eigenlijk net als ik in een afwachtende houding. En waar ik vooral naar op zoek ben, is dat Bitcoin uitbreekt. Het liefst boven dit punt. En vervolgens met een pullback weer naar beneden komt en een hoger level zoekt. Nou, het liefst het hoger level op die bovenste lijn die ik heb getekend. Maar als het een klein beetje uitbreekt en hij vindt al een level op de onderste lijn, ja, dan is dat voorzichtig al positief. Maar in ieder geval, wat ik wil zien, is dat Bitcoin de highs van de afgelopen week doorbreekt. Terugkomt met een pullback en vervolgens dat dus neemt als nieuw level voor support. He, want we gaan een leveltje hoger. Dat is hetzelfde als wat we hier hebben gezien. He, hij breekt hier uit en hij komt terug als een pullback en hij blijft hier hangen op de highs van de voorgaande levels. En van daaruit gaat hij verder. En dit is ook precies waar ik naar op zoek ben, want daar kun je gewoon weer leuk je long trades zetten. Dus dat is eigenlijk waar ik op anticipeer. Op dat moment dat dat gebeurt, dan ga ik onmiddellijk mijn analyses weer maken op de altcoins en vervolgens daar trades nemen. Op dit moment vind ik dat nog te gevaarlijk, omdat Bitcoin nog niet dat signaal geeft. Hè, het is nog steeds mogelijk dat Bitcoin op de een of andere manier zegt van oké, we zoeken weer een leveltje lager hier. Ik ga er steeds minder van uit dat Bitcoin in staat is om dit hele goede support level, wat hier echt meerdere malen flink wordt gerespecteerd en wat ook al dateert uit het verleden. Hè, hier hebben we een flinke maand in dit level gespeeld en als je teruggaat helemaal naar 2017, dan zie je dat het hier weerstand is geweest. Dat maakt het gewoon tot een stevig supportgebied waar die niet zomaar doorheen breekt. En dat is keer op keer is dat bewezen. Nou, wil het zeggen dat het niet kan? Nee, zeker niet. Uiteindelijk kan Bitcoin hier doorheen breken en gewoon levels lager gaan zoeken. Maar het gebied wordt wel steeds sterker. Dus daar anticipeer ik op. Alleen, ik ga nu nog geen trades zetten, omdat ik gewoon die zekerheid wil hebben. Hè? Hoe meer zekerheid in de markt, hoe beter. Als ik nu wel een trade zet en hij blijkt toch naar beneden te gaan, dan vind ik het risico te groot. Moet ik mijn trades met verlies af gaan sluiten? En ja, dat wil ik niet. Ik wil gewoon mijn portefeuille opbouwen en met zo min mogelijk risico die portefeuille gaan opbouwen. Dus op dit moment moet ik toch weer geduld opbrengen. Hè, dat is het leven van een swingtrader. Om te anticiperen op de marktstraat dadelijk als inderdaad hij hier doorheen is gebroken en een volgend level heeft gezocht. Daar zitten gewoon weer de kansen. En tot die tijd hou ik lekker in mijn portefeuille wat erin zit. Want ook dat is geld verdienen. Of in ieder geval niet geld verliezen door nog meer risico te nemen. En ik weet dat voor veel mensen dat heel erg moeilijk is. Want mensen die zijn aan het traden, die lezen van alles op internet. En je wil gewoon winst maken. En die gaan toch proberen om die trades te zetten. Omdat ze nou eenmaal goede setups vinden in de altcoins. Nou, die setups die zijn er. Dat verzeker ik je. Als ik een analyse ga maken, dan zie je een goede setup. Waarvan alles erop duidt van volgens je technische analyse, hier zit je instapmoment, daar zit je entry in, hier zit je stoploss en je hebt een valide setup. Alleen het nadeel is, als Bitcoin nog niet zo ver is en het trekt hem toch weer naar beneden, om wat voor reden dan ook, er kan ook weer een whale klaarstaan die denkt van oké, jongens, ik ga eens lekker even alles shorten. En vervolgens krijgen we weer zo'n laag moment. Ja, dan hoeven maar andere shorters daarin te springen en mensen die
geen vertrouwen hebben in de markt, daar ook op in te springen en die drijft de prijs omlaag en dus op dat moment nagenoeg alle altcoins ook mee naar beneden trekt. En daar gaat je setup. Dus ik vind dat zonde. Ik hou lekker mijn centjes in mijn portefeuille en vervolgens pak ik het weer op wanneer de kans daar wel is. En die kans komt echt wel. We hebben het hier ook gezien. Al was het maar voor een paar weekjes, hebben we hier ook echt flinke winsten gemaakt vanaf dit moment tot hier. Hè, dus dat is leuk. En dan voeg je dat weer toe aan je portefeuille. En het is zonde als je gewoon laat verleiden om toch nu die setup te pakken. En vervolgens dat wat je hier hebt verdiend weer lekker allemaal te verliezen. Dus, ik doe het niet. Even kijken. Ripple. Ripple is echt enorm in het nieuws op dit moment. En daarvoor wil ik hem toch even benoemen. Het is zeker geen instapmoment voor mij op dit moment. Maar de kans bestaat echt wel dat Ripple het echt goed gaat doen in de toekomst. Want Ripple die timmert gewoon enorm aan de weg. Wat ik op dit moment hier zie is een weerstandsgebied op dit level. En dan hebben we het over de 0,58 tot 0,61. Zeg maar ongeveer daar. Hè? Het is nooit exact, het is altijd een gebied. Maar rond dat gebied daar zit weerstand. Nou, stel dat Ripple het goed doet en je zou nu instappen, dan is dat 27%. Zoals ik net al zei, ik stap op dit moment niet in een trade, omdat Bitcoin de markt bepaalt. Desalniettemin wil ik wel deze analyse even laten zien. He, want hier heeft Ripple ook een run-up gemaakt terwijl Bitcoin nog niet zo ver was. He, Ripple die is in staat om dat te doen. Maar even kijken, op dit moment zie je dat hier een soort trendlijn ontstaat. Hij ligt ietsje hoger dan dit gebied, maar hier zie je een kleine trend. In het verlengde daarvan hebben we hier een top en hebben we hier een low. En hebben we hier ook weer een low die wordt gerespecteerd. Dus het zou mooi zijn als Ripple op deze trendlijn weer een low respecteert en dan bijvoorbeeld met een bullish engulfing. Een bullish engulfing betekent dat er een neerwaartse trend is. Vervolgens hier een kleinere rode candle die omsloten wordt door een groene candle die hoger is. En dan zou het instapmoment zitten boven de high van de vorige dag van de rode candle. Dat even in het kort. Of ik instap hangt alles van Bitcoin op dat moment af. Maar het leuke van Ripple is dat hij in de toekomst toch echt wel potentie heeft om gewoon vele malen hoger, om deze hoogtes in ieder geval weer te halen. Ja, en natuurlijk als je de kranten erop naslaat, zijn er mensen die uitspraken doen dat hij veel en veel hoger dan dit gaat. Natuurlijk is die kans er. Hè? Dat zijn dezelfde mensen die zeggen Bitcoin gaat naar 1 miljoen of naar 1 ton. Tuurlijk, alles kan. Weet je, in het begin had ik ook nooit verwacht dat Bitcoin ooit die $60,000 of $70,000 haalde, wat hij op een gegeven moment toch is gaan halen. Ik laat me daar niet door leiden door dat nieuws, want ik wil het gewoon zien in mijn analyse. Maar de berichten van Ripple zijn in ieder geval gunstig. Wat ik onlangs in de groep van de Trading Dutch leerportaal fundamenteel heb geplaatst, is ook weer een nieuwsbericht dat Ripple die heeft op dit moment veel rechtszaken, maar eigenlijk staan ze daar heel goed voor. En Ripple lijkt gewoon steeds sterker te worden. Hè? Ik heb een artikel geplaatst waaruit blijkt dat er gewoon bedrijven zijn die Ripple als betaalmiddel gebruiken voor hun klanten. Dus dat klanten onder andere naast Bitcoin en Ethereum, want dat zijn gewoon de grootste, ook met Ripple betalingen kunnen doen. En bij dit bedrijf, dat is een vliegtuigmaatschappij, kiezen de mensen gewoon vaak voor om Ripple ook te gebruiken voor de betalingen. Ripple is lekker snel. En het lijkt erop of die rechtszaken Ripple steeds sterker maken. En dat zie je ook aan het aantal transacties per dag. In de maand september was het transactievolume nog rond de 9 ton per dag, 900.000, wat ook al enorm veel is natuurlijk. Maar in slechts anderhalve maand zijn de dagelijkse transacties eigenlijk al naar de 1,5 miljoen gegaan. Hè? Piek rond 23 september. Dus dat is gewoon een gigantische groei van mensen die Ripple gebruiken echt als betaalmethode. En Ripple is zit natuurlijk nu met die rechtszaak, maar is enorm aan de weg aan het timmeren om hun munt
aan te bieden gewoon als betaalmiddel. En dat schijnt gewoon goed te lukken. En dat maakt hem gewoon ook interessant om in de gaten te houden. In ieder geval plaats hem op je longlist om daar je analyses op te doen. Die wil ik even meegeven. Ik zie dat ik inmiddels al 15 minuten zit, dus ik ga er een eind aan breien. Heb je vragen, stel ze in de comments. De leerlingen die weten mij, of de leden weten mij natuurlijk te vinden op het Trading Darts Leerportaal. En ik wens je verder een hele fijne dag. Hoi!